Best voor Soil Anerobe Grondontsmetting. ASD. Praktische informatie. Wat is het en hoe kunt u het toepassen? ASD stap voor stap. Ik ben Leder Bolendijk van Wageningen Universiteit. En doe ik doe onderzoek aan bodemziekten. En in deze video wil ik jullie laten zien. hoe je anaerobe grondontsmetting aanpakt. Hoe je dat uitvoert in de praktijk. We noemen het ASD. En in deze video gaan we stap voor stap. Door de heen. Wat is ASD? De term ASD betekent anaerobe grondontsmetting. Het is een methode die tijdelijk anaerobe omstandigheden creëert in de bovenste bodemlaag. De meeste ziekteverwekkers en aaltjes zijn niet in staat om dergelijke omstandigheden te overleven en verdwijnen daarmee. De ASD-methode is ontwikkeld in Nederland en Japan op basis van de constatering. Dat percelen die langer onder water stonden minder last hadden van bodemziekte en aaltjes. Dit effect werd verklaard door zuurstofgebrek in de bodems. ASD is een manier om op kunstmatige wijze dergelijke anaerobe omstandigheden te creëren, ook in gebieden die niet geschikt zijn voor inundatie. ASD is de toepassing van 1 ton vers plantmateriaal, gas- of groenbemesters, per hectare per centimeter diepte te ontsmetten grond. Vaak wordt 40 ton per hectare verwerkt in 40 centimeter bodemdiepte. De grond moet nat of in ieder geval goed bevochtig zijn. Het oppervlak wordt afgedekt met voor zuurstof ondoordringbaar plastic, VIF. Afhankelijk van de doelorganismen moet de grond minimaal 6 weken afgedekt zijn. In principe is elk bron van vers plantmateriaal geschikt. Dit kan vers gemaaid gras zijn of de restanten van net geoogste kool. Voorwaarde is dat het vers is. Dus geen stro, slip of compost. Het resultaat is het beste op zandgrond. De resultaten van kleigrond zijn meer variabel. Bij ASD gaat het niet om glucosinolaten. Er zijn speciale producten beschikbaar om het plantmateriaal te vervangen, om vooral op de kleigronden een bedrijfszekerder resultaat te bereiken. Een goede verdeling van het organische materiaal in de eerste 20 tot 40 centimeter van de bodem is zeer belangrijk. Hoe kleiner het materiaal wordt gehakseld, des te gemakkelijker het substraat gekoloniseerd wordt door bacteriën en hoe sneller zuurstofgebrek zal optreden. De vochtigheid van de bodem moet op veldcapaciteit zijn om de maximale opbloei van het bodemleven te verkrijgen, die de organische stof verteert en de zuurstof verbruikt. Vrijwel ondringbare folie, VIF, wordt gebruikt om de instroom van O2 te voorkomen. Het bodemleven gebruikt alle zuurstof. Hierdoor vermenigvuldigen bacteriën die actief zijn in anaerobe omstandigheden zich sterk en nemen het bodemleven over. Ze produceren allerlei giftige componenten, zoals vluchtige vetzuren, die veel parasieten en ziekten bestrijden. Wanneer er gaten ontstaan, bijvoorbeeld door de vogels of het wild, dan moeten deze zo snel mogelijk worden gedicht. Hoewel niet de meest eenvoudige methode, is het een methode met perspectieven. Bekijk video 3 voor informatie over effectiviteit, meer voordelen, maar ook nadelen.